vervoersbedrijf Arriva rijdt minder in de kernen, kunst in leegstand en Soldaat van Oranje draait alweer 2 jaar. Dit is het RTV Nieuws van maandag 15 oktober. Door een aanbesteding van de provincie Zuid-Holland verdwijnen de vervoersbussen van Connection uit het straatbeeld van Katwijk. Vanaf 9 december maken zij plaats voor bussen van vervoersmaatschappij Arriva. Dit levert voor Katwijk nu al problemen op. Ze willen inderdaad minder gaan rijden in de kernen Katwijk aan de Rijn, gedeeltelijk, maar in ieder geval ook Rijnsburg en Valkenburg. Nou, het college van BMW van Katwijk vindt dat geen goed idee. De bussen van Arriva gaan vooralsnog 1 keer per uur rijden in deze kernen, terwijl Connection 1 keer per half uur reed. Een eisenpakket van de provincie bepaalt hoe vaak en waar de bussen komen te rijden. Die eisen zijn naar alle waarschijnlijkheid aangepast, hoewel dat niet helemaal duidelijk is. Maar is dat programma van eisen, wordt dat per busmaatschappij geschreven of is dat gewoon een algemeen iets? Dat is een algemeen iets. Dat is van iets van de provincie. Maar hoe kan het dan dat Connection wel frequent reed en Arriva niet? Is dat gewoon de goeddadigheid van Connection geweest? Dat heeft met die inschrijving te maken. Kunt u dat uitleggen hoe dat gaat? Dat heeft te maken met het eisenprogramma van de provincie. Dus als die op een gegeven moment gaan zeggen, in die kernen willen wij ook een frequenter dienstregeling, dan is het logisch dat het geregeld wordt. Dus daar ligt, bij de wortel het probleem. Maar dan nog de vraag, van hoe komt het dat bij Connection dat die wel gewoon frequent reed? Ja, dat is hetzelfde eisenpakket geweest. Ja, maar dat is dat is niet hetzelfde eisenpakket geweest. Het eisenpakket is aangepast laatst. Dat is lang geleden, daar ben ik niet bij geweest. Daar kan ik geen oordeel over vellen, dat weet ik niet. Maar dan is het eisenpakket laatst aangepast. Ja, dat is ongetwijfeld aangepast. Ja. Arriva die is daar wel strenger op en die zegt van, nou, we gaan 1 keer in een uur rijden. Op die plekken wel. Dus eigenlijk is Arriva nog geen verbetering voor Katwijk? Nee, Arriva is geen verbetering bij die kernen. Wij hebben al vaker gezegd, dit is echt niet goed. We zijn voortdurend in gesprek met de provincie. Maar nu heb ik ook de backing, zal ik maar zeggen, van de gemeenteraad, van de commissie Ruimte. En we zijn eigenlijk na de vergadering van woensdagavond gelijk al in gesprek gegaan met Arriva, want die was ter plekke. Die kon ook aanhoren wat de klachten waren natuurlijk van de politiek in Katwijk. Hoe het eisenpakket er ook uitziet en of het wel of niet is aangepast, het komt erop neer dat Arriva in diverse kernen 1 keer per uur wil gaan rijden. Het college van Katwijk zegt er alles aan te doen om de bussen ook in de toekomst meer frequent te laten rijden. Ja, als college hebben wij geen beslissingsmacht, geen beslissingsbevoegdheid. Het is een provinciaal project, maar we kunnen natuurlijk wel invloed uitoefenen en we doen ons uiterste best om daar verandering in te brengen. Wij willen absoluut tot verbetering komen en wij hebben dat van de week ook besproken in de commissie Ruimte van de gemeenteraad. En wij hebben nu besloten dat we in ieder geval een brief sturen naar de provincie om in die kernen waar we het net over hadden, dus met name Rijnsburg en Valkenburg, te komen tot een half uursdienst en niet tot een uurdienst. En dan gaan we over naar wat korte berichten. De politie heeft donderdag 11 oktober 7 personen aangehouden in verband met verdovende middelen. Vanuit Rijnsoever waren klachten gekomen dat er vanuit een woning aan de Hercules gedeeld zou worden. De politie heeft een inval in de woning gedaan en de 3 in de woning aanwezige personen, onder wie de bewoner, aangehouden. In de woning is een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Een van de andere 2 in de woning aanwezige personen wordt nog vastgehouden. Zijn auto is in beslag genomen. Ook hierin werden verdovende middelen aangetroffen. Vanuit het hele land zijn woningcorporaties de afgelopen tijd negatief in het nieuws geweest. In Katwijk lijkt er een lichtpuntje, want woningcorporatie Dunavi heeft onderzoek gedaan onder haar medewerkers en het blijkt dat zij het meest tevreden zijn. Op dinsdag 9 oktober is de prijs uitgereikt. Dunavi is in de categorie organisaties binnen de sector woningcorporaties op de 2e plek geëindigd. Als grootste stijger op de 5e plek en in de totaallijst organisaties met minder dan 1000 medewerkers. Dunavi is 2 jaar geleden ontstaan uit een fusie. En dan Soldaat van Oranje. Blijft het een illusie, leef het avontuur.
Soldaat van Oranje heeft vorige week haar 2-jarig jubileum gevierd. Op 30 oktober 2010 ging de musical in première in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Beatrix. Sindsdien speelt de voorstelling 7 keer per week voor een uitverkochte zaal en zagen meer dan 750.000 Nederlanders de voorstelling. Dit jaar vierde Soldaat van Oranje de musical samen met het publiek deze mijlpaal in de Nederlandse theatergeschiedenis met een extra feestelijke voorstelling in de theaterhangar op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Producent Fred Boot. Het voelt echt ongelooflijk dat we nu al 2 jaar onze voorstelling voor een uitverkochte zaal mogen spelen. Het blijft elke dag weer geweldig om te zien hoe alle medewerkers van de productie en van onze theater met zoveel overgave onze bezoekers een bijzondere avond geven. De musical loopt vooralsnog door tot en met januari. Maar RTV Katwijk heeft al vernomen dat die verlengd wordt tot de zomer van 2013. Rondom de Hoornerslaan is de verkeersveiligheid weer even ontregeld. De verkeerslichten gaan plaatsmaken voor nieuwe en moderne installaties. 12 oktober had de gehele installatie gereed moeten zijn, maar er is wat vertraging opgelopen. Verkeersregelaars vervangen tijdelijk de verkeerslichten en dit kan tijdens de spits vertraging opleveren. De nieuwe verkeerslichten krijgen de optie van wachttijdvoorspellers. Automobilisten kunnen zo gemakkelijk zien hoe lang ze voor het rode licht moeten blijven wachten. Nou, het begon een jaar geleden. Toen hebben wij via HOD een... Aan de Commandeurslaan, hoek Commandeurspad in Katwijk aan de Rijn, staat een inmiddels verlaten schoolgebouw van de praktijkschool De Rijn. Het pand dat gesloopt gaat worden en plaats gaat maken voor een viertal nieuwbouwwoningen is tijdelijk in gebruik genomen door een aantal kunstenaars die daar hun werk maken en het presenteren aan het publiek. Met als thema kunst in leegstand zijn afgelopen zaterdag de deuren geopend en was de gelegenheid om de werken te bekijken. Ook RTV Nieuws ging kijken, u zag er stiekem al iets van, en vroeg aan een van de initiatiefneemsters hoe dit project is ontstaan. Nou, het begon een jaar geleden. Toen hebben wij via HOD een leegstand pand in Leiden als oppasser kunnen huren. Daar waren we ontzettend blij mee, maar we werden daar uitgezet, omdat daar weer een ander, omdat er nieuwbouw kwam. En wij waren op zoek naar weer een nieuw pand waar we als oppasser dus konden zijn. En kwamen zo bij de Rijnschool en Ouwehandbouw terecht. En Ouwehandbouw zei, dit is een leuke situatie, want het geeft de buurt meer flair en minder vandalisme. En jullie hebben op een goedkope manier, kunnen jullie atelier huren? We gaan nu een rondje maken langs de kunstwerken van de kunstenaars. Nou, om te beginnen met uw werk. Wat vinden we in dit lokaal? Een aantal beelden die ik heb gemaakt in eerdere vroeger. En dat zijn beelden van speksteen, albast en serpentijn. Ik ben later installaties gaan maken en meer abstractere beelden. Hier hebben we viertal beelden. Dat is van de Denken van Rodin. Heb ik gewoon elke keer op een andere manier uitgewerkt. Wat mijn werk vooral typeert, is dat het een bedoeling heeft. Dat er iets achter zit, dat er een verhaal achter zit. En dat verhaal wil ik eigenlijk in een beeld vangen. Ja. U heeft nog een ruimte, wat vinden we daar? Daar vinden we vooral de grote installaties en een kleinere installatie. En die hele ruimte hebben we gevuld, ook met schilderij erbij en het beeld. En dat gaat over leven en dood. Wat is de bedoeling van het kunstwerk met dat grote frame en al die glazen beeldjes erin met draden aan elkaar verbonden? Dat is de levensweg. Je ziet eerst glazen voetstappen van de jeugd en naderhand de spinnenwebben van wat het leven soms ingewikkeld maakt. En daarna het einde en dat zijn de zwarte takken. Aan Anders van Brussel vroeg ik welke werken van haar op deze tentoonstelling te zien zijn. Nou, ik ben wel heel erg gefascineerd, steeds geweest door menselijke gezichten, waar ik eigenlijk heel veel mee gedaan heb. En sowieso de mens en de wereld waar die in leeft, zal ik maar zeggen, om het een beetje ruim te houden. Ja. Anneleke Verijn vroeg ik wat haar inspiratiebron is.
U ziet hier veel beesten en ik heb veel dieren heb ik een beetje stilistisch gemaakt, waardoor ze wat hoekiger worden. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar op een gegeven moment ben ik een koe gaan maken. En toen heb ik nog wel een beetje die hoekige vormen gebruikt, maar ik vond toch de koe zelf ook wel weer heel mooi om ook de ronde vormen te gebruiken. En wat ik altijd heel leuk vind is potten maken en in allerlei vormen en met verschillende materialen als glazuur of oxide erop. Waardoor er ook kleine en grote potten hier staan. Tot slot van dit verslag een impressie van het werk van Frank Durand. Nou, wat u hier aantreft is eigenlijk heel verschillend. Het is allerlei soorten stenen, zowel de hele harde als de hele zachte stenen. En het is merendeel abstract werk. Hier en daar ook wat figuratief. Mijn stijl is heel divers. Maar voor mij is meestal de uitdaging de steen. En omdat ik eigenlijk in iedere steen wel een beeld zie zitten. En daar is dit eigenlijk een resultaat van. We hebben in dit verslag lang niet alle werken van de deelnemende kunstenaars kunnen laten zien. Op zaterdag 20 oktober en zondag 21 oktober zijn tussen 12 en 5 uur de deuren van het gebouw weer geopend en wordt u van harte uitgenodigd om te komen kijken. En hiermee sluiten wij dan af op nieuws.rtv.katwijk.nl. Moet wel goed zeggen, kunt u terecht voor meer nieuws. Aanstaande zaterdag op de radio het Nieuwsmagazine van 10 tot 12. En wij zijn er 22 oktober weer met een nieuwe tv-uitzending. Graag tot dan.